vergeten. Welkom bij de maandelijkse aquarium update. Je hoort het goed, vanaf nu gaan we maandelijks één keer in de maand een update geven over het aquarium. En deze is wel heel erg tof. Want zoals jullie weten, zijn we laatst tropisch gegaan met het aquarium. De temperatuur is omhoog geknald en we hebben nieuwe inwoners. We hebben onze nieuwe hoofdinwoner, mevrouw Puff, verwelkomd in onze bak. Deze hebben we gekregen van ons maatje Jaapie. Ik vind het echt zo leuk. Kijk me volgen. Hallo, vriend. Oh, dat doe je netjes. Oké, daar gaat hij. Ja. Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van onze grote vriend Buurman. Maar die zit nu bij Nipro Hengelsport. Ja, veel groter dan die ander. Ja. Dit vind jij helemaal vet, hè? Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt mooi. Ja. Dus dit wordt hopelijk dan het Nipro huisdier. Kijk, daar zit hij dan. Tussen de karpers. En we zijn natuurlijk langs gegaan bij Aqua Compleet op de verjaardag van Francis om nieuwe vissen uit te zoeken voor het aquarium. En dat zijn hele mooie tropische verrassingen geworden. Met wel een superleuk cadeautje dat Arie persoonlijk aan Francis heeft gegeven. Ja, ik weet het. Gaan ze, Fren? Ja. Het zijn er al drie. Pimelodus pictus. Pimelodus pictus, ja, nou. Toch, daar doen we er drie van. Daar ben je. Ja, ja, echt. We gaan even naar de bovenste bak. Jezus! Dit is een verjaardagscadeau van Arie, hoor ik net. We hebben straks een heel schooltje met een stuk of 35 vissen. Oh my god! Hij zit nog geen 3 seconden in de bak en hij zit al te vreten. Ja. Oké, okay, nou welkom maat. Dus in deze video ga ik jullie laten zien hoe hun gedrag is veranderd en hoe zij eten. En het is echt super interessant. Maar eerst ga ik even het aquarium schoonmaken. En daarna ga ik jullie laten zien hoe het nu met de vissen en het aquarium gaat. Wat we eerst even gaan doen, is ik ga de stroom eraf halen. Van de pomp. Want de pomp, die mag schoon. Het mooie is, ik heb nog steeds 2 filters. Ik heb mijn... Dit is een Juul, er zit gewoon een standaard filter in, die zou er eventueel uit kunnen. Maar ik heb ervoor gekozen om 2 filters te laten draaien. Dus dan heb je een beetje overcapaciteit voor de bak. Ik heb een standaard Juul filter en ik heb zo'n grote box. Dit is een, ik zal deze zo meteen even laten zien, dit is een Superfish. Maar dit is echt super fijn. Dan heb je in ieder geval altijd 2 filters die draaien. En ook als ik deze er even uithaal en ik ga hem zo meteen schoonmaken, dan draait die gewoon nog lekker door. Maar super makkelijk, ik heb hier die grote pomp, filter, bak. Die zit helemaal vol met water en vuil. Ik heb hier een clip, die gaat naar mijn slangen toe. Deze is nu als goed is dicht. Dan kan ik hem optrekken. Hier komt nu geen water meer uit. Deze leg ik neer. Kijk, en dan heb ik hier dus gewoon mijn filterbak. Hier een handvaatje aan. Er zit helemaal vol met water. Oh, ik moet natuurlijk wel nog even. Dat is dom van me. Nou, komt u maar even mee, mevrouw. Kijk, het is lekker weer buiten. Het is wel fris. Moet je even jasje aan? De deur maar niet achter ons dichtgooien. Nee, dat is wel handig als we dat niet doen. Wat ik even doe is ik vul een half emmer met aquariumwater. Daarin ga ik zo meteen mijn sponsen van mijn aquarium die schoonmaken. En dat had ik een stip gekregen vorige keer. Dat is altijd beter dan water uit de kraan. Nou, dan gaan we deze even openen. 4 clips. Dan kan ik deze... Holy shit. Hoppa. Het is wel een mooi systeem hoor. Je kan gewoon één voor één kan je al die dingen eruit halen. En daar zit allemaal poep in dus. Dit is een medium, hier zitten allemaal bacteriën in. Dit is keramiek. Het zijn allemaal kleine gaatjes en ruimtes in. Die bacteriën die nestelen zich hierin. Daddy. Kijk, dit is de onderste. Deze kan ik gewoon zo even uitknijpen. Wat is dat dan? Ja, daar gaan ook bacteriën op zitten. Oké. Okay. Plonzen. Kijk, die kan er zo weer in. Malletjes erop. Deze kun ik gewoon zo laten. Hier hoef ik niks aan te verversen. Deze laat ik zo weer zitten. Nog eentje. Dit is echt waar, zo'n makkelijk systeem. Hierin loopt dus een buis. Deze prik je er zo in. Hier zit ook die lamp in. Deze ga ik even vervangen. Die is wel heel vies, ja. Hier zit mijn koolstof in. Oké.
kan je ook horen. Koolstof is hetgene wat ook allerlei gifstoffen uit je bak haalt. Ik zou eventueel ook nog een nieuw koolstoffilter erin kunnen doen. Ik ga even twee nieuwe filtermedia pakken en zet ik hem weer in elkaar. Wat ik nog even ga doen is, dit is een ammoniapad. Die neemt ammonia op. Het zit in de plas en poep van de vissen. Dus die ga ik even op maat knippen. Die doe ik er dan ook in. Zet ik het hele geheel weer in elkaar. Gaan we nog even een waterversie doen. Beetje. En dan is die bak er weer klaar voor. Kijk, als je die er gewoon oplegt, zo. Dan knip je hem precies. In een rondje. In de vorm. Van die bovenste spons. En dan past die mooi in die bak. Helemaal top, ja. Hatsflats. Kijk, past precies. Leg die koolstoffilter erop. Dekseltje. Past allemaal precies. Kijk, klikken erin. Kijk, dan past deze zo met een pikkie. Zo, op. Een pikkie. Zo. Hoppa. Serieus, nog geen 10 minuten werk. Is hier weer schoon. Kan die er weer tegenaan? Een beetje afhankelijk van je bak en je bezetting van je aantal vissen. Moet je dit gewoon eens in de zoveel tijd een keertje schoonmaken. Nou, misschien voor de ene is dat eens in de maand, eens in de twee maanden. Nou, kunnen we er weer tegenaan? Zo, die is hier opgeklikt. Oh, hij vult zich al. Ik heb dan hier een knop. En dan kan ik hem... Kijk, dan gaat het lucht. Als het goed is, kan ik hem dan nu weer aanzetten. Zometeen. En dan gaat hij het weer doen. Ik heb hem één keer vacuüm getrokken. En dan, als het goed is, loopt hij nu weer vol met water. Je ziet ook het waterpeil nu zakken. Er gaat wel 30 liter in. Oh ja. Door die luchtbellen nu aan de onderkant wordt de bodem even een klein beetje omgevoeld. Maar dat is niet erg. Kijk, en dan kan deze er zo meteen weer in. En dan kan de filter weer aan. En het regent in de bak. Nee, het kookt. En een mooi systeem hoor. Die pufferfish denkt echt van, wat gebeurt hier allemaal? Hij is dik jongen. Holy shit. Echt een vuurbal. Ja. Kreeft trouwens, die heeft een nieuwe plek. Kijk hem nu zitten. Ja, de king of the aquaria. Maar we hebben nu de bak even schoongemaakt. Ik ga nu een derde water eruit halen. Dan ga ik verversen met kraanwater. Dan doe ik nog even bacterie bij, wat aqua start. Dit zorgt ervoor dat je water... zeg maar leefbaar wordt voor de vissen. Dus mocht jij een aquarium starten, dan heb je altijd twee dingen nodig. Je zet eerst je bak neer met planten, water. Doe je aquastart in, doe je bacteriën in, bactostart. Laat je bak een aantal weken staan. Dit heb je dus elke keer nodig als je water gaat bijvullen. Want het water wat uit je kraan komt, is eigenlijk te schoon voor de vissen. Er moet even nog het een en ander mee gebeuren. Laten we nu eens even gaan kijken naar onze grote visvriendjes. Hoe zij de afgelopen weken... lekker hebben gepeuzeld. Ik vind het echt zo grappig om te zien hoe ze dat doen. En vooral die Arie, die nieuwe grote vis. Onze nieuwe bewoner. En natuurlijk mevrouw Puff. En de algeedertjes, de pleco's. Die ze hebben me ook verrast deze week. Want die eten dus niet alleen algen, maar ook andere dingen. Dit is een van onze 5 pleco's. Pleco's horen tot de familie van de harnasmeervallen. En harnasmeervallen hebben net als pantsermeervallen een speciale soort schubben. Hun schubben zijn namelijk verbeend en dienen daarmee als prima bescherming. Deze schubben zijn namelijk keihard en hebben soms zelfs stekels. En als je deze vis beetpakt, voelt deze ook keihard aan, heel stevig. Hierdoor zijn ze goed beschermd tegen roofdieren en zijn het ook niet zulke hele bange vissen. Pleco's hebben een hele bijzondere bek. Ze hebben namelijk op hun bek een soort van zuignap. En met deze zuignap kunnen ze zichzelf vastzuigen aan je glas van je aquarium... of natuurlijk aan een steen of aan planten. En dat ziet er super grappig uit. Maar deze bek heeft een speciale functie. Ze kunnen namelijk met hun bek heel mooi algen van stenen afschrapen. Ik zou daarom ook aanraden om iedereen die een tropische bak heeft... in ieder geval 1 of 2 pleco's te nemen. Want deze ruimt lekker je algjes op en hoef jij wat minder je ramen schoon te maken. Naast algen zijn het ook een beetje alleseters. En ook als je een doodvisje hebt of bijvoorbeeld de slakjes die wij voeren aan onze pufferfish... worden gewoon opgegeten door de pleco's. Het zijn bovendien ook echt super mooie vissen om te zien... met gave prints en ze kunnen wel 30 tot 50 centimeter lang worden en 10 tot 15 jaar oud. Mevrouw Puff begint stoerder en stoerder te worden en we hebben snel gemerkt dat zij echt een karaktertje heeft. Ze is super cool en ze is niet meer zo bang als in de eerste week dat we haar toevoegden in het aquarium. Ze is doorgaans erg hongerig en kan 2 keer per dag
voor het raam komen bedelen om eten. Vaak voeren we haar 's ochtends een klein beetje en 's avonds een klein beetje. Nadat ze heeft gegeten, gaat ze rustig op de bodem liggen verteren. Ik denk dat zij letterlijk alles kan eten wat je er voert. We voeren haar op dit moment met slakken en met speciale drijvende korrels. Het is belangrijk dat ze ook harde dingen eet, zoals schelpjes en schaaldieren, omdat haar tanden haar hele leven doorgroeien. En het belangrijk is dat deze ook een klein beetje slijten. Ze hebben een supersterk gebit waarmee zij letterlijk alles kapot kunnen kauwen. Dus kijk uit voor je vingers en kijk ook uit voor langzame medevissen, want hier kan ze af en toe een knauwtje aan geven. Ik vind het ook net een dino of zo, ik weet niet waarom. We hebben een schooltje rondzwemmen van verschillende soorten tetra's en er zaten ook danio's bij. Maar helaas zijn de danio's opgegeten. En ja, mevrouw Puff die heeft alle 10 onze danio's opgegeten helaas. De tetra's voer ik niet los, want mevrouw Puff is niet zo heel netjes met eten en laat voldoende eten lopen. En de tetra's die maken hier natuurlijk gebruik van. En dan hebben we natuurlijk nog onze grote nieuwe vriend Arie. En Arie is een gestreepte doornmeerval. Zijn wetenschappelijke naam is Platydorus constatus. En hij kan wel 25 centimeter lang worden en meer dan 10 jaar oud. Het is een echte alleseter, echt een soort meerval. En het grappige aan deze vis is dat het een echt nachtdier is. Overdag zal hij zich schuilhouden, maar we zijn erachter gekomen dat hij met zijn ongelooflijk goede reukzin kunnen prikkelen om actief te worden overdag. Kunnen we doen door wat pellets naast hem te voeren. En ook tijdens het verschonen van de pomp kwamen we erachter dat toen het water net even wat troebeler was, hij super druk werd en begon rond te zwemmen op zoek naar een relaxte plek om te gaan liggen. Maar ik ben in ieder geval blij dat we de afgelopen 2 weken erachter zijn gekomen hoe we hem naar buiten kunnen toveren. Nou dames en heren, dat was hem weer voor vandaag. Dat was de update voor januari. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heb je nou hele vette ideeën over het aquarium? En heb je misschien wel iets van, ja Daniel, waarom film je niet een keertje zo? Of waarom doe je niet een keer een experiment met je vissen? Laat het even hieronder weten in de reactie. Want ik ben heel benieuwd of jullie goede ideeën hebben voor het aquarium. Misschien betere ideeën dan ik. Ik geef jullie nu steeds updatejes en ik laat jullie wel wat dingetjes zien. Maar misschien heeft iemand wel een heel gek idee wat gewoon mogelijk is met mijn aquarium. Dus laat het even weten. Vond je de video leuk? Geef even een likeje en abonneer je onder als je het nog niet hebt gedaan. En zie ik jullie graag aankomende zondag om 7 uur bij een nieuwe video waarin ik samen met Enzo ga vissen in de nieuwe boot. Later, de mazzel.